In de Nederlandse huizenbouw is een grote ommekeer gaande. De burger gaat zijn eigen huis bouwen. En dat heeft enorme maatschappelijke veranderingen tot gevolg. Voor regelgeving en aannemer, voor de projectontwikkelaar en de uniformiteit van onze steden, voor ambtenaar, politiek en zelfs voor onderwijs. Dit is wat u te wachten staat. Als je hebt over eigen kracht en burgerkracht, je ziet echt een kanteling dat burgers natuurlijk zelf meer eigen initiatieven nemen. En dat zie je hier in het Homeriskwartier ook, dat mensen gewoon hun eigen huis willen bouwen. We hebben allemaal onze mond vol van de markt. Maar het gekke is, dit is de markt in termen van dit is wat de burger gewoon zelf wil en kan. Nee, de markt wordt in Nederland uitgelegd als de ontwikkelaar. Ik denk dat de crisis wel het laatste duwtje in de goede richting heeft gegeven door alles te gaan denken over project ontwikkelen en dat de grote blauwdruk, de grote phoenix uitrollen, dat is echt wel voorbij. Dit is Tegenlicht. Welkom bij de zelfbouwrevolutie. In Almere wordt op grote schaal door particulieren gebouwd. Adrie Duivenstein, tot voor kort wethouder van die stad, was de eerste die begon met het stimuleren van zelfbouw. De burger is natuurlijk gewoon meer dan ooit zelfstandig geworden. Je kan zelfs een deel van de agressie die, het feit dat als je het, ik zeg niet dat het een plausibele verklaring is, maar je kan je voorstellen dat ook het feit dat mensen PVV stemmen is een soort uitdrukking van, die politiek kan het tak op, we doen het zelf wel. Dus de burger zelf die heeft al lang het gevoel dat hij het heft in eigen hand kan nemen. En je ziet dat de politiek nog heel sterk de neiging heeft om te zeggen, ja, maar wij zijn er ook en we willen graag voor u zorgen, dus laat het maar aan ons over. En die zelfdoen cultuur, want dat is natuurlijk in feite zelfkracht, eigen kracht. Dat hele fenomeen hebben we natuurlijk in Nederland nog steeds niet echt goed verinnerlijkt, maar de burger is volgens mij al lang zover. In Almere hebben inmiddels zo'n 1500 mensen hun eigen huis gebouwd. Op de buurtbarbecue leren de nieuwe zelfbouwers elkaar kennen. En de waterkraan. Ja, de buitenkraantjes. En de wasmachine. Wasmachine. Moet je er ook nog bij? Ja. Ja, alles. Ja. Dan denk ik weer, vanaf ik naar die honden. Misschien kan je het beste vergelijken met hondenbezitters. Als je met een hond over straat loopt, hondenbezitters die praten met elkaar. Je kent elkaar niet, maar je praat met elkaar over hoe gaat het met jouw hond. Wie is het, hoe gaat het met jouw huis? Het is misschien raar, maar dat is een beetje het idee. Het is heel apart volk zijn we. Serge en Alexandra zijn bezig met de bouw van hun eigen huis. Ze bouwen geheel zelfstandig, met z'n tweeën, zonder aannemer of personeel. Het eerste idee was, we gaan ons eigen huis kopen. Daar zijn we naar op zoek gegaan. Dat was bijna onmogelijk. Waarom? Hoge prijzen. Dat was het begin van de crisis. Van de financiële crisis. Dus dat werd lastig. En toen kregen we dit eigenlijk in de schoot geworpen. Van hier kan je zelf bouwen. En dat vonden we ook wel zo'n ontzettend mooi idee. Om eigenlijk je eigen plannen, je eigen ideeën over hoe je wil wonen, hoe je kan wonen. Om dat vorm te geven. Het begint bij heel standaard. En dan gaat denken erover na en dan komen de ideeën. En het eindresultaat is dan compleet anders dan het traditioneel wonen. Doordat je toch allerlei standaard oplossingen eigenlijk als heel apart gaat zien. Je gaat over alles nadenken. Zoals bijvoorbeeld waar we achter kwamen is, de begane grondverdieping is altijd koeler dan de bovenste verdiepingen. En slapen doe je graag in een koele ruimte. Dus waarom zou je in een warme verdieping gaan slapen en in een koude verdieping gaan wonen?
Dus dan kan je eigenlijk veel beter omdraaien, want dan heb je die temperatuurverschillen al eigenlijk al van nature gepakt. Ja, en een leuk detail is natuurlijk ook nog als je beneden woont, dan kijk je uiteindelijk tegen een schutting aan of tegen een heg. En dat heb je dus niet als je boven woont. Je gaat kijken naar op een gegeven moment naar zichtlijnen. Van als je daar dan zit, van waar kijk je dan naartoe? Wat is dan die omgeving? En dan kom je erachter dat aan de achterkant een groot park ligt. En dat het toch vanuit de woonkamer dan heel leuk is om dat park in te kunnen kijken. En dan ga je dus van kleine ramen, standaard, naar plotseling een hele grote glazen achterkant. Ja. Ga je over nadenken, over kijken. En dan aan de voorkant heb je eigenlijk hetzelfde idee. Jullie bouwen ook daadwerkelijk zelf? Ja. Waarom doen jullie dat? Waarom geen hulp van buitenaf? Ja, financieel gezien is dat gewoon niet mogelijk. Als je traditioneel een aannemer het laat uitvoeren, is ongeveer 1/3 tot de helft gaat op aan looneisen. Ja. Dus het is een aanzienlijk bedrag. En ja, ik had de tijd. Als ZZP'er in de crisis heb je weinig te doen. En dan kan ik wel heel veel tijd steken in werk zoeken en kleine beetjes hapsnap hier en daar. Of ik kan het hierin steken, in het verwezenlijken van je droom. We regelen alles in Nederland. En na de oorlog waren er natuurlijk extreme tekorten. En die tekorten, ja, die moesten worden ingelopen. En in Nederland hebben we gezegd, wij overheid en wij corporaties, wij doen het voor de mensen. Dus je hebt dus een planningscultuur, je hebt een verzorgingsstaatconcept. En je hebt instellingen die zeggen, wij doen het graag voor u. U hoeft daar niks aan te doen. En dan zie je in deze straat zie je dat heel sterk. We hebben bijna een soort militaire orde. Als het gaat om woningbouw. We willen dat het strak is. We willen dat het allemaal gereglementeerd is. Het moet allemaal georganiseerd zijn. En het gekke is, dat kom je dus tegen in deze woningbouw. Vreemd genoeg helpt de overheid daarmee de projectontwikkelaar aan een geweldige verdiencapaciteit. Hè? Want dit is natuurlijk de goedkoopste manier van bouwen. Terwijl op het moment dat je mensen hun eigen wereld laat creëren, ja, dan krijg je een hele andere wijk. En dat zie je aan de andere kant van deze straat. Zie je dus echt dat iedereen zijn eigen huis bouwt. Dat iedereen zijn eigen tuin vormgeeft. En dat de publieke ruimte als het ware niet door de gemeente onderhouden hoeft te worden. Maar dat de mensen dat zelf doen. En dat we daar allemaal van kunnen genieten. Dus ik heb altijd gezegd van, laat nou onze ruimtelijke ordening. Ik bedoel, dat we plannen, daar heb ik geen problemen mee. Daar hou ik van. Maar laat nou de invulling daarvan over aan mensen zelf. Nou, en dan kom je een beetje terug. Als je een heel goed voorbeeld wil hebben van wat een combinatie van planning en individuele ondernemerschap zou je kunnen zeggen, hè, of wat mensen zelf willen, dan hoef je alleen maar naar de grachtengordel te kijken. Iedereen die een huis wil bouwen, begint met het kopen van een stuk grond. In Almere krijg je dat bij de kavelwinkel, geheel en al met kavelpaspoort. Ja, zo'n kavelpaspoort geeft de kavel zelf aan, dus de afmetingen. Het donkergrijze gedeelte is het bouwvlak, dus wat de mensen mogen bebouwen. Nou ja, prijs, vierkante meter en dergelijke staat erop. En dan staat er een korte buurtbeschrijving op, zodat mensen ook weten van ja, wat gaan mijn buren doen, wat voor straatje is het. Dat is eigenlijk een beetje wat er staat vermeld. En dan het belangrijkste eigenlijk de regels voor het bouwen. Dus daar staan echt de begrenzingen in. Het mag zo hoog, je mag maar 50% van de kavel bebouwen. Maar over het algemeen wordt dat echt heel erg vrijgelaten. Jacqueline Tellinga is gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Almere. Zij voert de regie over de wijk en moet zich buigen over de voorwaarden waaronder er gebouwd mag gaan worden. In eerste instantie hebben wij 400 kavels gemaakt. Dat is veel, dat is heel veel voor Nederlandse begrippen. En daarbij was gelijk ook de gedachte die ik had van, nou, het moet wel een vorm van een afspiegeling zijn van, nou, de bevolking zoals we die kennen, dat die er kan gaan wonen. Dus niet zeg maar de gouden randjes,
Maar dat ook mensen die wat minder te besteden hebben een mogelijkheid hebben om zelf te bouwen. Dus dat ontstaat vanzelf als je kleine kavels maakt. Hè, hoe kleiner de kavel, hoe minder die kost. En daarnaast wilden we zoveel mogelijk soorten mogelijk maken. Dus in deze wijk vind je al gauw 20 verschillende uitgiftecondities. De ene keer is het met hout, de andere keer is het laagbouw. En de volgende keer is het breed, dan is het smal. Zodat mensen zelf hebben kunnen kiezen uit dat hele palet wat hun het meest dichtst bij hun eigen wens staat. We hadden dit als kavels uitgetekend en daar is de belangrijkste bouwregel bij aangetekend, dat het een huis moest zijn van hout. En dit bevindt zich direct naast het park. En wij hebben zelf dus wel regie genomen in dit geval als gemeente. Omdat we dit zo'n belangrijke plek vinden, dat we hebben gezegd, nou, wat hier gaat komen moet wel iets bijzonders zijn. Moet iets geven, teruggeven aan het park. Dat is iedereen die hier wil lopen, dat hij er ook met veel plezier doorheen loopt. Ik zie de crisis als een bondgenoot, maar het heeft natuurlijk iets cynisch. Hè? Want op zichzelf vind ik het natuurlijk heel gek dat op nationaal niveau nog steeds niet begrepen wordt dat deze manier van bouwen ook gewoon, ja, om een einde te maken aan die bouwcrisis, dat dit ook een hele goede methode is om gewoon naar een andere bouweconomie te gaan. Dichter bij mensen. Ik bedoel, we hebben allemaal onze mond vol van de markt. Maar het gekke is, dit is de markt in termen van, dit is wat de burger gewoon zelf wil en kan. Nee, de markt wordt in Nederland uitgelegd als de ontwikkelaar, als de corporatie, als commercieel actief zijn. We praten in Nederland ook altijd over de woonconsument, niet over de woonproducent. En als we die omslag zouden kunnen maken, dus dat je dus ook als regering of als overheid of als gemeente, als je dus dat bouwen gebruikt ook als een manier waarop je een community maakt, dus een gemeenschap maakt, en je maakt van mensen producenten in plaats van consumenten, dan krijg je een andere society, krijg je een andere samenleving. In Amsterdam-Noord ligt een gebied waar 26 huizen door zelfbouwers gebouwd gaan worden. Frank Alsema is er één van. Gedwongen door budgettaire beperkingen volgt hij een alternatief bouwproces. Dit is de kavel. Dit is de achterkant. Dus hier komt de achtergevel. 8 meter breed. En dan 25 meter diep. En aan die kant komt de voorgevel. Uitzicht op het park. Het groen en uitzicht op die mooie oude industriële gebouwen. Die geen monumentale status hebben, maar absoluut moeten blijven staan. Want dit is de charme van de wijk. Die combinatie van die oude gebouwen en nieuwe gebouwen. Normaal neem je een architect en die gaat zijn ultieme droom realiseren samen met mij. Maar ja, dan moet je toch een heel zak geld meenemen om alles precies te maken zoals je wil. Ik heb gedacht, laat ik het anders doen. Er is zoveel materiaal in de markt. Doordat er ook veel partijen failliet gaan, doordat er veel te vinden is, doordat er meetfouten worden gemaakt. Dus ik heb alle maatbepalende dingen zoals ramen, deuren, kozijnen, trappen, heb ik via Marktplaats ben ik aan het inkopen en verzamel ik in een hele grote hal. En van daaruit maak ik de tekening. Ja, dit is de Bijbel. En hier hebben we alle spullen die we op Marktplaats hebben gevonden die nu in mijn hal staan. Dat gaat van ouderwetse brugsteunen tot voordeuren, tot kozijnen, schuifpuien. En die hebben we eigenlijk in een soort grote database bij elkaar. En dat leidt dan tot het ontwerp. En hier heeft John dat in een maquette gemaakt. Het is 360 vierkante meter aan bruto vloeroppervlak. Wel veel voor je eentje. Veel te veel voor mijn eentje. Dus ik heb er ook verschillende ideeën bij. Ik weet ook nog niet precies, ik moet langzamerhand ook in dit huis opnieuw weer gaan groeien. Hiervoor wil ik een soort galerie maken waar ik ook aan anderen dat als galerie kan verhuren. Hier ga ik wonen. Dit moet een soort kas worden die de warmte van het huis gaat opvangen en het huis van warmte gaat voorzien.
En het achterhuis... We kunnen hem even uit elkaar halen anders. Ja, we kunnen het achterhuis... Dit is de gevel die ik morgen ga ophalen, die we gevonden hebben. Een prachtige gevel met trappen erin die er al liggen. En de bovenkant ben ik met mijn vader in overleg, die is 84. Of die toch op termijn hier komt wonen. Met een lift erin. Zodat hij echt een aanleunwoning. En hier bed and breakfast, denk ik. Een beetje mijn pensioen. En dit misschien ook bed and breakfast of kantoor. Of misschien verhuren. Of misschien ook wel verkopen op een gegeven moment. Dus in die zin ben ik ook een kleine projectontwikkelaar. Maar ik weet nog niet precies wat ik er allemaal mee ga doen. Dat groeit organisch er ook in. Wat is je budget hiervoor? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar ik hoop ergens tussen de 4 en 6 ton te kunnen maken. En dat hangt heel erg vanaf hoe we precies bouwen, wat de details worden. En ik heb een bepaald budget en eigenlijk is het iets te duur. Dus ik word natuurlijk ook pragmatisch, wordt mijn plan om het andersom te doen ook ingegeven door mijn geld, de beperking en de werkelijkheid. Dus ik hoop dat uiteindelijk dit goedkoper is. Want ik koop sommige materialen voor 10% van de nieuwbouwprijs in. Alleen je hebt de opslag en je hebt het voorfinancieren. Dus ik heb nu ook het geluk dat ik mijn eigen huis verkocht heb. Dus ik heb een soort buffertje. En dat kan ik nu besteden aan... Want ik moet natuurlijk dit allemaal investeren. Want ik moet eerst alle materialen gekocht hebben aan de hand daarvan het plan en aan de hand daarvan de bouwvergunning. Maar dat betekent ook dat ik dus tijdelijk ook op een andere plek moet gaan bivakeren. Dus daarom ga ik ook op deze locatie als een kwartiermaker in een caravan wonen, zoals veel zelfbouwers doen. En vandaar dat je huis bouwen. Het gebied waar Frank Alsema gaat bouwen was oorspronkelijk bedoeld voor de traditionele projectontwikkelaar. Maar het financiële klimaat is omgeslagen. De projectontwikkelaars wilden niet meer bouwen of kregen hun financieringen niet meer rond. De zelfbouwers wilden graag beginnen. Dus moest de gemeente van koers veranderen. Maar merkt u dat ambtenaren uit hun oude routine worden gehaald door dit? Ja, zeker. Hoe gaat dat? Nou, laat ik dan een voorbeeld over mezelf noemen. Ik was natuurlijk gewend om eerst keurige stedenbouwkundige plannen te maken. Onderhandelen met ontwikkelaars. Nou, je bent een aantal jaren onderweg. Het is gewoon een langdurig ingewikkeld proces. En op een gegeven moment sta je dan voor bewoners uit te leggen wat de plannen van de gemeente zijn. En dan heb je zelf het idee van ik heb mijn huiswerk goed gedaan, want er ligt een mooi plan. Maar wat je altijd tegenkomt is dat bewoners of belanghebbenden daartegen zijn. Hè? Dus je hebt altijd een moeilijk verhaal te vertellen. En wat er met die zelfbouwers gebeurt, is dat ze heel enthousiast zijn. En het is hun eigen huis. Dus bij voorbaat zit er al heel veel enthousiasme aan tafel. En wat heel verrassend was, is dat ze zelf heel veel kennis en ervaring hadden. Waar ik gewend was dat de gemeente de kennis en ervaring had, werd ik dus echt verrast doordat zij heel veel wisten. Want zij hebben in dat gezelschap hebben ze een constructeur, een milieudeskundige, iemand die heel veel van bodem wist. Nou, dan moesten we wel even alle zeilen bijzetten. Het is helemaal gelukt hoor. Maar om hun vragen te beantwoorden. Dan gaat het van die kar af, hè? Wat? Nee. Dit is de caravan. Ja, maar komt hij op de grond staan? Nee, dat mag niet. Oké. Dan wordt het een huis. Ah. Dit zijn wielen. Nu is het een caravan, nu heb ik vergunning voor een caravan. En het staat stabiel? Nou, ze gaan nu luchtkussens eronder doen. Ah. En dan gaan ze hem oppompen. En dan biel ze eronder en dan staat hij strak. Okay. Dit is mijn tijdelijke woning. En daarachter zie je de keet BSH3, Buiksloterham Kavel 3. En dat wordt de plek waar eigenlijk de community gaat beginnen. Dus alle zelfbouwers bij elkaar kunnen komen, vergaderen, eten, drinken, plannen maken. Maar ook de bouwvakkers kunnen gaan zitten. Maar het idee is dat ik hier ga kwartier maken om het park te ontwikkelen. Dus we staan hier in het park en we gaan hier bloemen inzaaien en bomen proberen te... Ik probeer alles asielpark te worden voor een aantal asielbomen uit Noord. Zodat als we hier daadwerkelijk over 2 jaar gaan wonen, dat het park al leeft en beweegt. En, want we zijn eigenlijk als bewoners zijn we wel overtuigd dat onze huizen wel goed worden, omdat we die zelf bouwen. Maar we zijn heel erg bezig met de openbare ruimte. Om die eigenlijk al eerder mooi te maken dan misschien gebruikelijk is.
En dan gaat er ook veel meer in deze hele buurt gebeuren. Want we willen heel graag met de bewoners en de ondernemers ook in deze buurt gaan programmeren en beheren. Dat betekent dat misschien wel over een half jaar hier in het voorjaar hier een concert is op een podium. En dan bedoel ik geen groot concert, maar een klein pianoconcert of activiteiten. Misschien dat we een pizza over neer gaan zetten, zodat er reuring ontstaat. En dat die gemeenschap zich gaat vormen. Want zo'n nieuwe wijk heeft natuurlijk vooral in het begin ontzettend aandacht nodig. En er liggen hier nog zoveel lege gebieden die we graag willen programmeren door urban gardening, volkstuinen, koeien neerzetten, vliegentrein maken, misschien wel een droneveld waar je met drones kan vliegen. En kunst. Kunst en openbare ruimte. Dat is een perfecte plek voor. Nou, trekt dit vooral mensen aan die hoog opgeleid, veel kennis enzovoort. Dus hoe voorkom je dat daar een soort tweedeling ontstaat? Ja, je zal op gebiedsniveau altijd moeten zorgen dat je menging houdt. Want dat maakt een gebied ook interessant. He, dat het niet een kluitje van ons soort mensen wordt, maar dat je die menging houdt. En het is absoluut niet zo, en dat vind ik ook het aardige van hier. Het is niet zo dat de mensen die in hun eigen huis wonen, dat ze heel rijk zijn. Integendeel, het zijn allemaal, of er zitten een aantal ZZP'ers tussen, die ook echt aan het zoeken zijn van, nou, hoe kan ik dat doen met mijn zak geld? En het is wel een bepaald soort slag in de zin van dat ze avontuurlijk zijn. Maar dat vind ik, dat hebben we wel nodig. Dat is juist heel positief. Dat geeft echt nieuwe energie en nieuwe ideeën. En daar blijven wij als overheid ook fris van. In Almere is de zelfbouw al in staat gebleken om een kanteling teweeg te brengen in de manier waarop met de regelgeving, ofwel het bouwbesluit, wordt omgegaan. We wilden ook een wijk waar dus echt de architect nadrukkelijk aanwezig was. Dat is hier gebeurd. En vervolgens krijg je natuurlijk bijzondere projecten. En op een gegeven moment kwam de ambtenaar naar mij toe. Die kwam, we zitten met een probleem, want we hebben hier wel iemand die precies weet wat hij wil. Die ontzettend gemotiveerd is om een bepaald huis te bouwen, maar het voldoet niet aan de regels. En de regels zijn nou eenmaal dat er zoveel daglicht binnen moet vallen, dat de ramen op een bepaalde plek aanwezig moeten zijn. En dat is allemaal in het bouwbesluit. Het staat dan niet eens in het bestemmingsplan, maar dat zit in het bouwbesluit. Dus toen zaten we voor het dilemma van wat moeten we daar nou mee doen. Dus toen hebben we gezegd, we gaan het gewoon gedogen. Deze woning heeft vanaf de eerste verdiepingsvloer geen gevelopeningen, zoals het netjes heet, dus geen ramen. Het dak heeft rondom een ramenpartij en het licht valt van boven naar beneden. De tweede verdiepingsvloer die zweeft min of meer, dus het licht valt langs de muren tot op de begane grond. Daarbij geholpen door looprozes waar het licht doorheen valt. En het is een ontzettend lichte woning. Daarbij is de voorgevel van lichtdoorlatend materiaal, polycarbonaat. Je kan er niet doorheen kijken, maar er valt wel licht doorheen. Het idee erachter is, zo'n woning als deze, de keuken zit op de begane grond. Dat is eigenlijk het zenuwcentrum van de woning. Dan heb je op de eerste verdieping de woonkamer en op de bovenste verdieping de slaapkamers, zou ik maar zeggen. Zomers is het zo dat we eigenlijk beneden leven. Dan is het ook het langste licht. En dan hebben we ook gewoon uitzicht, want daar zitten gewoon ramen. Leef je in de tuin, in de keuken. En 's winters leven we meer in de woonkamer. Maar 's winters is het om 7-8 uur al donker. En dan heb je toch geen uitzicht. Dan valt er toch niks te beleven. Dan is het donker buiten. Dus dan mis je niet die ramen. Die mis ik sowieso niet. Het was even spannend, omdat het voor ons natuurlijk ook voor het eerst was. Maar we hebben geen mooi uitzicht, dus... Er zijn mensen met hoogtevrees die dit al eng vinden, maar je wint er makkelijk aan. Dit is dus de lichtste verdieping, omdat we natuurlijk vlakbij de ramen zitten. De enige deur die we hebben is de badkamerdeur. En die is dan weer van glas. Evenals de wand in de badkamer die ook van glas is. Zodat het licht aan beide kanten
de badkamer raakt. Het huis is gebouwd. En vervolgens kregen wij natuurlijk te horen van minister Donner notabene, regels zijn regels en dit is tegen de regels. Nou ja, toen heb ik hem uitgenodigd om maar op te treden. Een regering die de hele tijd zijn mond vol heeft over deregulering. En vervolgens natuurlijk met het verhaal van regels zijn regels stond. Maar nu had je wel problemen met het bouwbesluit? Nou, het bouwbesluit zegt niet echt dat er ramen in het huis moeten. Het bouwbesluit zegt dat er moet een hoeveelheid licht in het huis vallen. En men was heel erg sceptisch over het feit, omdat er dus geen ramen in het huis zitten, van komt er wel genoeg licht binnen? Dan zijn ze waarschijnlijk bang dat je heel erg depressief wordt of zo. Dus wij hebben wel, meen 3 of 4 keer, nieuwe lichtberekeningen moeten laten maken, om ze te overtuigen dat deze woning gewoon heel erg licht is. Daarbij is het bouwbesluit sowieso gedateerd. Bijvoorbeeld De hekken, dat moeten verticale spijltjes zijn. Dat mogen geen horizontale spijlen zijn. Of in dit geval staalraad, want er kunnen kinderen overheen klimmen. Die kunnen naar beneden vallen. Ja, toen hebben wij gezegd van als je dat gaat hanteren, dan begin er maar, om maar even een voorbeeld te nemen, de Utrechtse brug in Amsterdam, die heeft het ook. Gooi die maar dicht en ga die ook maar aanpassen. Hebben jullie kinderen? Nee, we hebben geen kinderen, nee. Maar dat is geen. Dat hebben we ook gezegd, we hebben geen kinderen. Maar ja, dan wordt er gezegd, ja, maar misschien als je het huis verkoopt aan mensen met kinderen. Ja, maar dat is niet mijn probleem. Dat is dat probleem van het gezin wat mijn huis eventueel koopt. Doordat we dit gedoogd hebben en doordat we in conflict kwamen met de minister over regels zijn regels, heeft dus eigenlijk het departement de escape gevonden. Op ons verzoek overigens om te zeggen van oké, dan gaan we dit als experiment zien. Dus niet zozeer deze woning, maar deze woning is eigenlijk aanleiding geworden om voor heel Almere vrijstelling te kunnen verlenen op gebruiksvoorschriften. Dus we hoeven niet meer te controleren of die daglichttoetreding voldoende is. We hoeven niet meer te controleren, laten we zeggen, of er een voorportaal zit bij de wc. Of dat er een tochttoegang aanwezig is. Noem al dat soort, laten we zeggen, indelingsvoorschriften maar op. Dat maken mensen zelf uit, hoe ze willen wonen. We kijken alleen nog naar de constructie. Nou, en dat is natuurlijk, en daarmee is er natuurlijk enorme vrijheid geïntroduceerd. Dus in die zin is deze woning die heeft echt voor een doorbraak gezorgd. In Almere wordt flink aan de regels getornd. Nu op alle fronten in de huizenbouw dingen veranderen, is de plaatselijke school in Almere Poort ook bezig met het veranderen van de vakantietijden. Want de mens die zelf bouwt is flexibel. Het model wat wij hebben in Nederland stamt uit 1920. Het is een agrarisch model. Het is ooit bedacht omdat kinderen vroeger gewoon op het land gingen werken. En daarom hebben we 6 weken vrij. En heb je rond de herfstvakantie dat de oogst van appels, dat kinderen daar mee gingen helpen. Dus daar is het eigenlijk op gebaseerd. En nu zie je dat past niet meer bij deze tijd. En dat is een van de redenen dat ze hebben gezegd van nou, we gaan kijken hoe dat gaat. Dus wij als sterrenschool zijn 50 weken open. En ouders kunnen gewoon voor kiezen om te zeggen, nou, we nemen wel die herfstvakantie. Maar ze kunnen ook zeggen, dat doen we niet. Dat doen we op een ander moment. Ik denk dat je ziet het sowieso maatschappelijk. Hè? Als je hebt over eigen kracht en burgerkracht. Je ziet echt een kanteling dat burgers natuurlijk zelf meer eigen initiatieven nemen. En dat zie je hier in het Homeriskwartier ook. Dat mensen gewoon hun eigen huis willen bouwen. En niet meer standaard zoals we anderen bedacht hebben. Standaard is niet van toepassing op het huis van de familie Hasnain. Want de bewoners wilden een huis dat aan veel familieleden onderdak kan bieden, zoals in hun cultuur gebruikelijk is. De hoogte is 3,10 meter. Omdat ik wilde gewoon hoog hebben, omdat als je binnen in huis komt, als het plafond hoog is, dan heb je gevoel voor die ruimte. Wat is de standaardmaat dan in Nederland? 260. 260, 270 doen ze ook nu. Die muren wat we hebben, dat is een betonmuur. Dus omdat dat is die ook die geluidend, als wij televisie kijken in onze slaapkamer, die kinderen kan niet even horen dat wat wij doen als ze gewoon dicht doen. U ziet dat wij hebben 2 zittingen. Hier is meestal dat als de mensen komen, dan vrouwen gaan ze met vrouwen gewoon even dat te spreken.
Dus hier zitten we gewoon mannen. En dat is niet zo mannen vooral samen. En hier is, zitten ze vrouwen, omdat dat is dichter bij die keuken is. Dan als mijn vrouw is aan het keuken, dan zeker even goede communicatie gewoon met die mensen even hebben. Dan dat is beter. Ons huis moest wat ons betreft aan iedereen zijn wensen voldoen. Ook achterliggende gedachten dat wij een grote familie met verschillende generaties graag in één huis wilden hebben. Dat is bij ons heel gewoonlijk. Mensen die vanuit verschillende delen van de wereld komen, die hebben een ander beeld van het huis en van hoe zij in een leefruimte leven. En als je dan dat samenzet met de huidige huizen zeg maar, die hier in Nederland zijn, dan klopt het soms niet. Heel veel buitenlandse gezinnen hebben gewoon eigenlijk een grote woonkamer nodig waar zij met z'n allen bij elkaar komen. En een gemiddelde Nederlandse ruimte voldoet dan niet daaraan. Niet dat alle huizen moeten veranderen, maar in ieder geval zou de ruimte moeten zijn dat huizen die gebouwd worden, dat het gewoon eigenlijk dat er ruimte voor is voor de mensen die daar komen te wonen, dat zij hun wensen daarin mogen integreren, zeg maar. In Nederland, dat is een wetgeving dat die treden mag niet meer dan 20 centimeter kunnen zijn. Dus we hebben ook en die beton voor de veiligheid. Dat is hartstikke goed. Dat is, maar we hebben in dit is trap in beton. Normaal is 99% is in hout. Dus toen ik zei dat Jan, ik wil gewoon een betonnen trap hebben, hij zei, bedoel, dat gaat fout. Moet jij niet doen. Ik zeg, nee, doe maar even. Dus hun hebben ze tot hier gedaan. Tot hier, omdat dat was een malen gemaakt. Omdat die hetzelfde is ook boven. Hebben ze een malen gemaakt. Maar dit, ik heb die mensen vanuit India laten komen. En dit hebben ze ontworpen. En zo heb ik ook laten maken. We hebben aan wat 8 of 9 aannemers hebben die Antwerpen gestuurd. Alleen 1 heeft antwoord gegeven. En die anderen zeggen, nee, dat kunnen we niet bouwen. Waarom wilden die het niet doen? Ik heb het idee dat de meeste aannemers eigenlijk huiverig waren, omdat het niet in hun straatje past. Het was niet een recht toe recht aan constructie. Het was niet wat hun bekend was, zeg maar. Het was niet standaard. Dus ja, dan zou hun kostenplaatje veel hoger zijn. En dan zou waarschijnlijk de klant, in dit geval wij, zouden afhaken. De bouwende particulier is veel eisend. En dat heeft zijn invloed op de aannemer. Ook hij moet mee veranderen. We moeten op dit moment toch gewoon echt zoeken voor opdrachten. Dus de klant heeft gewoon op dit moment echt veel te vertellen. Want je moet toch echt zoeken naar steeds nieuwe opdrachtgevers. Dus ja, die hebben toch wel een behoorlijke keuze in de vrijheid om te zoeken wat ze mogen doen bij ons. Ziet u ook al in de branche dat er sommige aannemers nog op de oude manier werken en daar problemen is tegenkomen? Ja, dat gaat zeker. Dat zie je ook overal. En daar gaat het ook haperen. Kijk, op het moment dat je gaat zeggen van dat doen we altijd zo. Dat is allemaal een beetje lariekoek op dit moment. We zitten weer in een volledig nieuwe wereld. En daar moet je echt wel voor 200% inspannen. Want als je zegt, joh, dat doen we al in het verleden ook altijd zo. Dat heeft weinig zin. We zitten helemaal in een nieuwe wereld. Volledig moet je meedenken. En is totaal geen probleem als je maar wel de goede, juiste en positieve mensen daarvoor hebben. Er wordt weer vakmanschap gevraagd. En ieder huis wordt anders. Zien we hier een terugkeer van kwaliteit? De architect wordt weer architect. Hier is de architect degene die alleen de gevel mag tekenen. En de rest, dat zijn bouwtekeningen die worden ingeleverd door de ontwikkelaar en door de aannemer. En de architect is gemarginaliseerd. En dus dit is, kijk, wonen in Nederland is ook gewoon heel veel geld verdienen. En dat is nog steeds iedere dag het geval. Ondanks het feit dat we in een crisis zitten. Dus het gaat toch ook om de vraag van, vind ik als bestuurder, van hoe organiseer je de samenleving zo dat dat geld, dat letterlijk en figuurlijk komt in die woningen zelf. He, want dat is natuurlijk, om een ander model te gebruiken, de grachtengordel vroeger, 70% van de investering in de grachtengordel ging vroeger in het materiaal.
tegenwoordig gaat iets wat 80% gewoon, dat verdwijnt in indirecte kosten, arbeid en noem het allemaal maar op. Tussenhandel. En tussenhandel, dus de 20% is materiaal. Dus er is een enorme kloof ontstaan tussen het product wat overblijft en iedereen die daar aan mee verdient. En hier zie je dat het geld als het ware weer naar de investering gaat. Het komt weer terug in steen. Achter mij staat bijna de hele inrichting van het huis. Althans alle materialen die maatbepalend zijn. Zoals de trappen, de kozijnen, de ramen. Maar ook een aantal hele authentieke dingen. Zoals een hele houten schouw. Of hele mooie geornamenteerde industriële steunen. Die van een brug komen. Allemaal smaakbepalende en maatbepalende dingen. Ik ga een hele gevel ophalen van een projectontwikkelaar die failliet is. Die zijn privéwoning niet kan afbouwen vanwege zijn faillissement. En dan kan ik toch voor weinig een enorme gevel kopen die ik anders niet zou kunnen betalen. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. En de crisis schept enorm veel kansen en mogelijkheden. Er zijn goede vakmensen op de markt. De groothandels zijn bereid grote kortingen te geven. Ja, het is een goede tijd om te bouwen, absoluut. Hier is een barstje, die is kapot. Ja? Ja. En nog een tikje omhoog. Kom maar. Deze gevel die is inmiddels een paar jaar geleden geproduceerd. Ja, de opdrachtgever destijds die heeft de faillissement voor de kiezer gekregen. Hij bouwde veel tussen hier bij ons in de regio. En ik weet dat hij in ieder geval in Eindhoven, langs het PSV-stadion, dat ging gemoeid met 500 appartementen, dat hij daar dat de grootste bottleneck was. Dus maar wel dat soort projecten, gewoon 500 woningen of appartementen. Voorheen werd er gebouwd, begon je en dan werd het in de loop der projecten werd het wel verkocht. En tegenwoordig is dat niet meer en dan zit net zo'n overgangsperiode zit daarin. En dan blijft er toch veel geld voor de projectontwikkelaar erin zitten. En nu beginnen ze pas als er 70-80% verkocht is. En dan wordt er pas aangevangen met bouwen. En in die periode van hem net niet. Dus dat is... En heeft daardoor zijn woonhuis niet af kunnen bouwen. Als je vergelijkt met inderdaad wat die destijds in de bouw gekost zou moeten hebben, gaat je nu voor 20% van de prijs weg. Waar ik dus pessimistisch over ben, dus dat is het grote probleem in Nederland is, grond is in eigendom van allerlei mensen die daar belangen bij hebben. Dus er zijn nog steeds natuurlijk heel veel woningcorporaties die hebben heel veel grondclaims. Er zijn ontzettend veel ontwikkelaars die nog steeds grond in eigendom hebben of grondclaims hebben georganiseerd. Dan praat je echt over duizenden hectare, die dus op de een of andere manier waar allerlei partijen die belangen hebben bij het beheersen van die bouwkolom. Dus bijvoorbeeld aannemers hebben heel veel grondposities. Ja, waarom? Omdat ze dus de grote aannemers heb ik het over, omdat ze dus die bouwkolom willen monopoliseren. En die willen dus kunnen uitmaken welke standaardwoning ze neerzetten. Ze willen hun beton kwijt, ze willen hun... Dus ik denk dat waar je echt zorgen over kan maken is de overheid in staat om die grond, om weer grip te krijgen op die grond, opdat die burger daarmee weer in de gelegenheid gesteld wordt te gaan bouwen. Nou hebben we, ik wou bijna zeggen gelukkig, maar nou hebben we, hoe heet het, de crisis.
En in zekere zin is de crisis een bondgenoot. Dus ik vind dat een bestuurder en het gemeentebestuur zou eigenlijk op dit moment die grond terug moeten nemen. Tegen gereduceerde prijzen uiteraard. Hè? Om vervolgens het te kunnen uitgeven gewoon aan burgers. En ja, de premie is dat je daarmee gewoon een stad krijgt die interessanter is. Worden de steden interessanter? Ook de projectontwikkelaars merken dat grote bouwblokken niet meer verkocht raken. Hier in Amsterdam-Noord had een ontwikkelaar een groot project gepland. Maar hij heeft het plan veranderd en heeft er zelf bouw in verwerkt. Voor zover ik mij kan herinneren, ik ben er al een tijdje mee bezig, waren net drie hele grote bouwblokken. Wel met wat kleine grapjes erin, maar de basis bestond uit drie grote bouwblokken die ook in één keer gebouwd moesten gaan worden. Dan heb je het over 300-400 woningen totaal die er hier nu ook in zitten. Ja, ik denk dat de crisis wel het laatste duwtje in de goede richting heeft gegeven door anders te gaan denken over projectontwikkelen en dat de grote blauwdruk, de grote phoenix uitrollen, dat is echt wel voorbij. Consumenten willen het ook gewoon niet meer. Dus je vindt het wel een positieve ontwikkeling dat uitrollen van 400-500 woningen voorbij is? Het maakt het vak van ontwikkelen wel interessanter. In de zin van, je moet gewoon nadenken over wat je toegevoegde waarde is. Daar waar je vroeger gewoon je had een leeg veld, net als dit, en je rolde daar gewoon alle blokjes uit. Je koos een architect bij, zei, nou, maak er maar wat moois van, we verkopen het. En dat was het dan. Nu moet je echt gaan nadenken over wie is mijn klant, wat wil die dan, hoe moet zijn woning of haar woning eruit zien. Dus het maakt het vak wel weer leuker en spannender, maar ook moeilijker. Dus dat is het leuke is van dat je het helemaal als een maatvak voor jezelf kan maken. Hè? Dus nou, zo wil ik hem ingedeeld hebben en ja, het is wat jij wenst. Je kunt helemaal naar jullie eigen hand zetten en ik mag je helpen. En alles waar je verder kiest, met zo'n werkgevel of een andere kozijnindeling, of als je een schuine kap hebt, een dakkapel. Gebruik je onderbuikgevoel, dus inderdaad, wat vind je mooi? Nee, succes. Ja, bedankt. Hè. Nee, succes. Architectenbureaus proberen op deze markt voor zelfbouwers hun ontwerp aan de man te brengen. Met de zogenaamde IBBA-regeling van de gemeente kunnen ook starters en mensen met een laag inkomen zelf een huis bouwen. Inmiddels wordt de eerste paal geslagen van het 500ste huis dat met deze regeling is gefinancierd. We bewijzen hier dat de laagste inkomens zelf kunnen voorzien in een eigen huisvesting. En op de een of andere manier zie je dus dat, we hebben dat allerlei ministers laten zien. En die zeggen, ja, dit is fantastisch, zo zou het eigenlijk moeten. En vervolgens gaan ze over tot de orde van de dag. Dus we zijn zo verslaafd aan die gedachte dat we als overheid het allemaal voor de mensen moeten doen, dat we de mensen gewoon niet in de gelegenheid stellen het zelf te laten doen. Today, many developed countries seem to struggle with overregulated urban planning. There is little room left for individual creativity and innovation. Can't even change the color of my front door. Or the shape of my roof. I need to go through so much bureaucracy to make my house sustainable. What if we could reduce these rules while respecting the developed qualities? Is thus a self-organized city possible? In fact, there is a place where this freedom exists. Welcome to Oosterwold. Hier komt een nieuwe woonwijk, 20.000 woningen op termijn. Maar die woonwijk wordt maar de helft van het gebied, want de andere helft blijft of wordt intensievere landbouw. Is het gebied eigenlijk, de maagdelijkheid van het gebied is eigenlijk ook een soort van soort schoonheid. Je wil eigenlijk mensen hebben die er zin in hebben om hun eigen idealen te gaan realiseren. Architect en stedenbouwkundige Winnie Maas heeft een plan gemaakt voor een gebied aan de oostkant van Almere, Oosterwold. Hier gaat een verregaande vrijheid heersen voor de toekomstige bewoners. Maar dat betekent ook dat ze zelf hun energie- en watervoorziening zullen moeten regelen.
Eigenlijk is het gewoon een computerprogramma die het gaat regelen. Je logt in, je tekent, of ja, je ziet wat de grondprijs is of waar die van afhankelijk is. En je gaat ze uittesten. Je gaat kijken van ik wil daar wel wonen of ik wil dat wel. Ik wil dat het er zo en zo uitziet. En dan rekent het programma eigenlijk uit wat je er zou voor moeten betalen op dat vlak. En je mag wel, willekeurig welke vorm mag je tekenen? Het hoeft niet vierkant te zijn of mooi ergens in te passen, het kan... Nee, dat lijkt me inderdaad vreselijk. Om, dus als iemand hier een, denkt van nou, ik wil bijvoorbeeld een huis met een hele lange oprijlaan. En dus, veel mensen zeggen van ik wil een vierkante tuin, maar in dit geval, dat is mijn gevoel, dan kan dat. Dan maak je een hele lange kavel. Wil je een huis met een, zeg maar, een straat die een beetje bochtjes heeft? Dat kan ook. Of wil je een soort barbapapa. Of nee, ik kan me ook voorstellen dat er een hele katholieke groepering zou kunnen komen. Dan kan die wel een soort kruisvormige kavel krijgen, dat ik me aan het fantaseren. En in ieder geval ben je hartstikke vrij, maar je ontmoet ook grenzen. En waar zitten die hem in? Gewoon in je portemonnee. Van hoeveel kun je eraan kwijt? Of course, free land does not exist outside law. So whatever you do should not harm others. Therefore, freedom goes hand in hand with responsibilities. Dat je het zelf moet oplossen, op het gebied van water en van energie, is eigenlijk ook een begrenzing, zou je kunnen zeggen. Het zit op een andere manier, zit dat erin. En het ligt meer op de schouders van de... En directer gewoon bij de betrokkenen, in plaats van dat het voor je geregeld wordt. You will no longer be dependent on large providers of energy, water and waste treatment. You will organize these services yourself. De energiemaatschappij, zoals die, of de, nou, de bekabelingsmaatschappij, die maken ook gebruik van een grondwettelijk artikel er is. Dat iedereen recht heeft op energieaansluitingen, bijvoorbeeld. Ja, dat moeten we hier niet hebben natuurlijk. Om het mogelijk te maken dat dus hier niet een kabels en leidingen komen te liggen. Dus moeten we dit stuk ook binnen het ministerieel afspreken dat dit een ander gebied is dan de rest van Nederland. Je verklaart het een testgebied om... Niet om dat recht op aansluiting eigenlijk uit te sluiten. Je komt ook die grens tegen dat je die weg moet bieden voor de achterbuurman. Je moet je een soort recht van overpad geven om je heen. Dus om de kavel heen reserveren we dus, dat is een van de regels, ongeveer 10 meter ruimte voor ja, dat soort mogelijkheden die er is. Het grappige is natuurlijk als je al die 10 meter stroken aan elkaar plakt... Hoe de vorm ook is, dan heb je eigenlijk één continu web toch gemaakt uiteindelijk. Alleen, je doet het stapsgewijs en je doet het met behulp van iedereen. Dus ik weet niet precies hoe dat eruit gaat zien. De eerste maakt zeg maar, een soort ronde kavel, dus hup, dan ga ik met mijn auto eromheen. En dan ga ik naar een kavel die recht gaat en dan moet ik zo gaan. Dus de stedenbouw, wat natuurlijk heel erg altijd gebaseerd is op grid, noem maar Mark. Ja, planning. Een planning van bovenaf bekeken. Het is, ja, wordt hopelijk heel erg verrassend. In ieder geval, minimaal wordt hij nog onbekend. A new planning arises beyond today's imagination. Chaos kan niet uit de hand lopen. Is dat hier een voorbeeld? Is dit een voorbeeld? Een prachtig idee. Inderdaad, dat op het moment dat je dat accepteert. Ja, dan heb je gewoon al een heel prachtige basis. Het kan niet slechter, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is in sommige mensen hun ogen. Maar aan de andere kant, het kan ook niet vrijer dan dat. Er zijn ook mensen die zeggen op het moment dat je bijna... Omdat iedereen met dingen bezig is in zo'n gebied. En er ontstaan conflictjes. Dat je dan ook geforceerd wordt om erover te spreken. En om tot een oplossing te komen. Dat vind ik ook wel fascinerend, omdat als model, want daarmee leg je ook de verantwoordelijkheid toch ook weer bij, niet alleen bij de overheid, maar ook bij degene die het gebruiken of die het gaan bewonen. This is a house that Jack built, y'all. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.